De commissie die moest kijken naar nieuwe verbindingen over het IJ heeft haar eindadvies gegeven. De conclusie, er moeten 2 nieuwe bruggen over het IJ komen, maar niet op de plekken die in het verleden veel genoemd werden. De adviescommissie stelt een westelijke brug voor hier bij de Haparandadam en die loopt dan helemaal over het IJ om uiteindelijk hier aan de noordkant uit te komen bij de NDSM-werf. En die brug moet zo hoog worden dat ook het zware scheepvaartverkeer er onderdoor kan. En in een fraai uitgewerkte video die de commissie vandaag plaatste, ziet de verbinding er dan zo uit. De oostelijke verbinding die loopt van de Johan van Hasseltweg in Noord en dan weer over het IJ via het KNSM-eiland naar het Azartplein en dan verder naar winkelcentrum Brazilië. En zo moet een gigantische fietsring ontstaan. En over die ring kun je dan aardig doorfietsen. Geen brug bij het Java-eiland dus en ook geen brug bij Centraal. Daar botsen de belangen tussen scheepvaart en fietsverkeer te erg. De adviescommissie wil juist iets minder fietsers bij CS en stelt dan ook een voetgangerstunnel voor. Een soort verlengde stationshal die dan uitkomt in Noord. Sommigen zijn meteen enthousiast over de plannen. Centraal hebben we natuurlijk het pontje wat 1 keer in de 6 minuten volgens mij gaat. In ieder geval frequent genoeg. Ik woon in de Kedoelen, dus voor mij zou, als ik een doorsteek wil maken naar bijvoorbeeld de pijp, zou dit een ideale plek zijn. Maar anderen zien toch liever iets anders. Bij de NDSM-werf fietsen ze liever een alternatieve route. Ja, ik denk eigenlijk waar ik op het pontje stap, dus dat is de pontstijger. Toch van naar het stenen hoofd toe, denk ik. Maar de commissie zegt dat dat niet haalbaar is, want dan komt de scheepvaart weer in de knel. De fietsers die wij spraken op de plek waar de oostelijke brug moet komen, zijn nog minder enthousiast. Ik denk dat dit het breedste gedeelte is van het IJ, dus ik snap niet waarom dit dan als plek wordt uitgekozen. En dan zeker een afrit zo het bos in. He? Dag bos. Alleen voor fietsers of is het ook voor auto's? Voor fietsers, ja. Die waaien eraf. Ze weten ook niet hoe hard het hier kan waaien. Het slaat helemaal nergens op. De commissie stelt ook nog voor om de Amsterdamse brug te verbreden en begaanbaar te maken voor het OV. En om 2 veerdiensten van de pont te verplaatsen. Met de oostelijke brug kan Amsterdam volgens de commissie morgen al beginnen. Het stadsbestuur laat weten het advies zorgvuldig te bestuderen.